Drie jongeren, drie verschillende landen, alle drie 13 jaar. Maar welke plaats heeft digitale media in hun leven? My name's Joey Crouch. I'm 13 years old and I'm from Brighton, England. Mijn naam is Margot de Smets. Ik ben 13. Ik woon in Eeklo in België. Ik ben Aafke van den Bergen. Ik ben 13 jaar. Ik woon in Vogelwaarde, Nederland. I have a laptop, an iPad, an iPhone, a camera, an iMac and an Xbox 360 and a television. Hier op mijn kamer heb ik een fototoestel, een laptop, mijn smartphone, mijn eigen tv, een DSLR-console en een Wii U-console. Ik heb een iPod, ik heb een televisie, ik heb een computer, ik heb een Nintendo DS, ik heb een fotocamera en ik heb een mobiele telefoon. On a weekday, I could spend around 3 hours a day using digital media. But on the weekend, I can spend around 5 to 6 hours, I think. In de week gebruik ik gemiddeld 1 uur digitale media. En in het weekend is dat 2 uur of meer meestal. Door de week is iedere dag wel 2 uur achter de computer en op mijn mobiel. En in het weekend is het toch wel mee, want dan zit ik 's avonds meer op mijn computer. I think it would be better if we saw our friends more face-to-face. But also, sometimes I personally cannot be asked to go out and meet them face to face. Ik zou nog altijd mijn vrienden even willen zien, aangezien ik ze ook gewoon vaker in persoon zie dan via een computer of via gsm of zo. Ik geloof dat je meer lol hebt als je vrienden face to face spreekt en je kunt ook betere vrienden daardoor worden. Oké, we zijn 30 jaar later en misschien heb je zelf kinderen. Hoe zal het dan zijn? I think in 30 years time, the internet should be super, super, super fast and it should be free. I think, maybe we'll have like little chips installed into our head which have all our social information directly sent to our brain and we can just see that in our eyes. Ik denk dat er later nog wel meer toepassingen zullen zijn en er heel weinig nog manueel gaat worden gedaan. Maar ik hoop dat als ik later kinderen heb of zoiets, dat ze dan toch zich gaan vasthouden aan de klassiekers, zoals bijvoorbeeld nog eens een boek lezen of een instrument bespelen. Ik denk dat ze dan ook tablets hebben en dat ze mobieltjes hebben die groter en beter ontwikkeld zijn. En dat ze bijvoorbeeld kunnen zien of er een meubel in de kamer past of een kledingstuk al kunnen passen via een mobieltje. Digitale media neemt duidelijk een belangrijke plaats in het leven van deze jongeren. Maar hoe het over 30 jaar echt zal zijn, valt alleen maar af te wachten.